Kijk naar mijn nieuwe video. Ik ben weer aanwezig als politieagent. En je kan natuurlijk mijn ogen weer niet zien op mijn pet, maar ik heb mijn haar niet gedaan. Ik ben naar de kapper geweest, though. Hey, dat is weer een goed punt. Maar ik ben gewoon lazy as shit. Alleen zie mijn ogen niet. Ik ga er wat op fixen. Maar goed, nu hebben we gewoon pet op en dan gaan we gewoon een melding starten. En dan beginnen we de game. Hey, maar dat werkt natuurlijk. Yeah. We gaan ervoor mee en nog meer rijmen, want je hebt aan de vorige episode gezien dat ik meester ben in rijmen. Want zo hoort het nou eenmaal, weet je. Als professioneel politieagent hoor je goed te zijn in rijmen, want anders word je ook niet aangenomen. Dus meestal ook als je erheen loopt van, yo, je gaat naar die academie en het zegt gewoon like, bam, ik wil politieagent worden. Zegt ze, het gaat niet zomaar. Vereist jaren training aan rijmen. En als je dan helemaal niet goed kan rijmen, kun je ook niet meedoen aan de video. 22 is niet 34. Maar goed, hallo, welkom bij de video. Allemaal even blauw duimpje omhoog. Ik doe nooit like goals, maar dus laten we zeggen, we gaan voor de 2 likes. Ik weet, ik vraag veel, maar ik hoop diep van binnen en ik weet dat diep van jullie dat kunnen. Gewoon 2 likes. En als je niet geabonneerd bent, abonneer dan maar even hier beneden. Jullie kunnen het. En dan ben ik nog steeds niet 95 jaar oud. Dan nog tijd te gaan. Maar goed. We zijn bijna bij de melding. Ik probeer het vol te praten. Ik probeer de melding vol te praten. Oké, ik ben er pas bijna. Het duurt allemaal weer zo lang. Maar we zijn er nog. Dat maakt helemaal niet uit. Vorige keer dat ik dit speelde was ik ziek. Ik weet niet. Ik moest ook net wat kuchen. En toen heb ik het ook overdreven. Het kuchen, want dat maakt het leuker. Denk ik. I don't know. Ik zie... Dat helpt. Zo op mijn vrachtwagen kijken. Pretty stupid, Max. Pretty much stupid. Oh, geen shotgun. Hallo. We gaan lekker wazig doen. Wat is er aan de hand, meneer? Wie heeft die geld gestolen? Finally, an officer. Officer, they broke the law because of my food tasted awful and there was an hair in it. You are not trying to force me to pay for run. Die man ging eten. And tell them what you can't make me. Oké, nee, wacht. We gaan eerst even kijken. Do you have proof of this hair? Ik vertel straks als mensen die niet Engels kunnen wat er aan de hand is. Yes. Oké. Okay. So a picture of the hair in the food. Oké, nu heb ik de keuze. De man, die rode rechter met groen ding, die was aan het eten. En die zag een haar in het eten van dit bedrijf. En die man is van, nee, dat is helemaal niet waar. Dus ik vraag, heb je bewijs? Er staat nu een foto van dat die haar in het eten heeft, zeg maar. En dan moet ik kiezen van, hé, moet die wel of niet betalen? Maar het feit is, het kan denk ik ook niet fake zijn, want die man is kaal. Oftewel, I think so for sure. You've been great. Suspect, oftewel, hij hoeft niet te betalen. Want ja, hij heeft geen haar, oftewel, smerig haar in je eten. Je hoeft niet te betalen. Ik ben high five, Max. Je bent een goede officer. Je doet je duty zoals het hoort. Dan gaan we door naar de volgende melding. Ik, security guard requesting assistance. Door naar de volgende melding. Weet je, vroeger was ik niet zo'n goede agent, weet je. Niks ging goed voor mij, althans niks ging goed. Ja, ik ken niks goed. Oh, jezus. Maar goed, ik heb het licht gezien. En niet alleen het licht van mijn softbox, wat echt veel te veel staat. Maar ook gewoon het goede licht, weet je. Ik kreeg een zaklamp in mijn ogen. Toen dacht ik van, holy shit, ik moet mijn leven aanpassen. Ik moet een betere agent zijn voor Los Santos. Weet je? Kaas. Oké, ik zie hier dat hier een bus staat waar cola op staat. Dus ik hoop dat cola nu denkt van, weet je Max, jij hebt reclame gemaakt voor cola. Dan geef jij nu maandelijks een gratis pakje met kindercola. Oh, kindercola, kan ik me nog herinneren. Dat is echt moke lekker. Gewoon flesjes waren dat? Die groene dopjes. En meestal in LSP die Fabricidio praat je over LSP, maar ik praat niet. Ik heb toch het verkeerde licht gezien. Maar goed, dat duurt omdat ik nog niet bij de melding heb. Pancho! We zijn er. De bullshit talk is voorbij. Niks meer aan de hand. Oké, agent. Snel. In eerste instantie een bericht voor alle wagens. Een bericht voor alle wagens. Officers have arrived. Oké. Okay. Hello. What's going on? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? With suspect. Oh my god. Ja, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Oh, hallo. Oh, jij bent de dronken lap natuurlijk, hè. Oh. Officer, arrest me. At least I can sleep in jail. Leave the area. Psst. Oh, ze wil echt geen trouble. Ze gaat al weg. Oké. Dat was makkelijk. Wat is er aan de hand, guard? Niks?
Oké, dat was makkelijker dan ik dacht. Ik hoef alleen maar te zeggen van... Ga weg. En ze ging weg. Ik ben de beste agent... on de wereld. On de wereld. Nieuwe melding. Vehicle wat insecure load. Geen idee wat het is, maar we gaan er maar heen. Weet je? Oh, ik sta voor alles open. Sinds ik het licht heb gezien, ik een zaklamp omhoog. Wat niet waar is, want ik heb gewoon videomateriaal nodig. Dus nu ben ik exposed. Kut. Moet ik een ultra goede video maken dat iedereen mij. Mijn trots weer hersteld wordt. Want het kan niet langer zo. Weet je? Aan het einde van de video laat ik me wel zien zonder pet. Dan zijn jullie allemaal van. Of nee? Ergens midden in de video laat ik het zien. Mijn haar zonder pet. Of ik ga het vergeten. Oké, okay, waar de vehicle was, let's see. Oké. Okay. Er is hier een auto. Die verdacht is. Maar, ik weet niet eens wat. Een blauwe auto ziet er verdacht uit, dus ik ga jou stoppen. Tja, dude. Ben jij desbetreffende auto die ik zoek? Nee. Je mag doorrijden. Wie is dan de auto die ik zoek? Ik zie een auto die verdacht is ofzo. Ben jij het? Bent u dat? Ik ga gewoon iedereen aanhouden. En dan kom ik vanzelf achter of wie het zijn. Hallo, wat ga je doen? Die man naar links. Jongen. Dit zou dus de auto zijn. Ik moet een verdachte auto aanhouden. En ik weet niet wat verdacht is in dit geval. Een Weasel nieuwsbusje uiteraard. Nee, er zit niemand in. Ja, maar wie is hier dan zo verdacht of zo? Er is iets of iemand hier die ik moet aanhouden. En dat betreft een auto. Ik weet niks over de auto. Ik weet niks over informatie. Dus ik moet gewoon YOLO rondrijden en zoeken naar een auto die ik niet kan vinden. Clean af. Dat is precies wat ik wil, weet je. Maar nee, for real, waar... Jezus, wat heb jij nou weer achter die auto staan? Holy shit. Dit is hem ook gewoon. I knew it. Dit is niet iets normaals wat hij in zijn auto heeft. Wat? Oh ja. Nee. Als ik krijg... Oh. Oh. Ja. Die heb ik nodig. Oké. Okay. Meneer, dat is niet zo handig. Waarom zijn jullie nou zo... retarded? Rij nou door! Ik heb hier een video waar mensen die willen kijken. Niet alleen maar die wachten op andere auto's. Dus jij aan de kant. Er komt een andere auto aan die items gaat weghalen. Ga je ook gewoon straight forward rijden? Meen je toch niet? Nou, dan mag je ook uitstappen ook. Dit is echt retarded. Kom op! Uit je auto. Meneer. Zo! Jezus. Tattoo-haasjes hier. Wat heb jij überhaupt in je auto liggen? Wat is dit? Het wordt opgehaald zo, maar what the fuck? Weet je, we arresteren je. Wat? Ik hoef jou niet. Ik wil jou. Arresteer. There we go. Het ging even fout. Ik snap er helemaal niks van. Maar we arresteren hem. In een goede manier, want zo hoort het uiteindelijk, weet je. Dus meneer, u wordt aangehouden. Welkom bij de club van de gevangenen. En loop hier een dronken lap. Gezellig weer. Ik ga je meenemen. Voor het, nou in dit geval, doorrijden. Onder, weet ik veel wat, conditions. Maar, nog allemaal Edo gepraat en geswabbel en ge... Sorry Edo, ik weet dat je mijn video's nog niet kijkt. Rot Edo. Nee, grapje, ik hou van Edo. Maar goed, we gaan rustig door naar de gevangenis om deze man af te zetten. Want het hoort helemaal niet wat hij doet. Het is niet nodig, nee. Je kon gewoon ook gewoon luisteren en stilstaan in plaats van wat ik nu zojuist doe. Dat hoeft helemaal niet meneer, nee. Zo gaan mijn awesome afsnijroute die ik uit mijn hoofd weet. Dat is namelijk zo. Wee! Als ik dat... Sorry. Volgens mij toen Henkie hier livestreamde, kwam je allemaal boe Frankjes tegen. Dat was best wel grappig. Zal ik het erin knippen? Nou. Nah. En ik stop, dit is nu hier zo. Haha. Nu wordt u aangehouden. Get fucked, miss. Henkie was trouwens wel een goede politieagent, vond ik in die livestream. Hij... ik kom al boef Frankjes tegen, Frederikjes tegen. Dat was wel een leuk avontuur voor hem. Maar goed. Oh. Oh jee. En dan gaan we rustig door zoals dit. Hè? En dan gaan we nog een melding doen. En nog eentje dan. Vind ik wel leuk. Nog één melding. Helemaal mooi. X. No, niet, we gaan iets spannends doen. Nee. Grand Theft Auto. Kijk.
Daar hebben we wat aan. Mag ik mijn sirenes aandoen? Mag ik zelfs backup gaan bellen? En dan bellen wij een 1 air support. Eén keer deed helemaal fout. Ik ging veel te snel bellen. Een local SWAT en een local patrol. Dat vind ik wel mooi. We gaan even die kant op. En dan gaan we rustig achter. Nou, rustig gaan we volle vaart zelfs. Achter de achtervolging aan. Dit is de gevaarlijkste achtervolging ooit. Eigenlijk niet. Maar dan kan ik het als clickbait gebruiken. Nee, grapje. Grapje, ik ga het niet als clickbait gebruiken. We gaan door. Rustig aan langs het sprongbord. Ik ga niet te hard schreeuwen, want ik ben bij mijn pa thuis en hebben we buren hier al achter die muur. En meestal schreeuw ik wel. Sorry. Jezus, ga je hard trouwens. Holy shit, zeg. Goed dat ik een air support heb gebeld. Dus wat voor auto zit die gast? Moeten we ook maar even volle vaart erachteraan gaan. Goedemorgen, hé. Ga jij hard? Ik hou je amper bij. Kom langs zo dichterbij nu. Hier, de T5 push is echt veel te slow. Zo. What the fuck? Kom maar net tussendoor, maar hij komt gewoon weg bijna. Holy shit. Zolang die helikopter er maar boven blijft hangen. Anders raken we hem kwijt, maar die helikopter is wel bij. Oh, er staat ook nog een politieauto achteraan te spinnen, zie ik. Dat is wel nice. Fidget spinnen, nog meer clickbait. No, we gaan rustig door. Yes. Kom hier. Oké, hij is gecrashed, althans. Bus, laat me voor, dankjewel. I see you, there we go. There we go. Nu stapt u uit. Uitstappen allebei. Jij ook? Oké. Nee, hé, wat is dit nou? Uitstappen, zei ik. Jij ook. En dan gaan we op de grond. Ik weet niet wat jij gaat doen, maar jij wordt ook aangehouden. Hé, doe eens niet. Wat zijn ze nou retarded aan het doen? Op de grond. Jou pak ik straks wel. Kom. En je wordt aangehouden. Ah, je wordt aangehouden. Hou hem ook even aan daar, hoor. Die stinkert. Hallo? Daar, oh ja. Oké, jij wordt ook aangehouden. Meneer. Dit is Roy's roleplay skin. Dat is cool. Oké. U gaat rustig op de grond, meneer. Niks aan de hand. Alles komt helemaal goed. U gaat alleen lekker rotten in een cel, denk ik. I don't know wat voor straf hierop staat. Dat zal Edo wel weten. Edo, waar ben je als ik je nodig heb? Ah, jongen. Nou, allebei instappen met je mooie... Ja, wel een mooie paard, though. Kom. Instappen, dan breng ik jullie even weg naar een luchtgevangenis. Kom. Ik weet niet of jullie allebei instappen. Gaan jullie allebei instappen? Kom. Gaan ze het allebei? Dat zou wel nice zijn. Kijk, ze zitten allebei achterin. Kan ik ze wegbrengen naar een mooie jail namelijk. Die is zo mooi. Ach, lekker stil zo. Oh, lekker stil zonder sirenes, zeg. Heerlijk dit. Oh. En dan rustig door naar de dinges. De dinges is de nieuwe woord voor de dinges. Ho. Oh nee. Nee. Oh my god. Rustig door. Niks aan de hand. Alles komt helemaal goed. We zijn gewoon rustig door aan het rijden, zoals het hoort. En 24 is nog steeds niet hetzelfde getal als 9. En nog 2 kilometer. En dan zijn we bij de desbetreffende bestemming. En dan kunnen wij de dingen... ik praat lekker snel, jongen, deze aflevering. Ik ga het goed met praten. Normaal praat ik helemaal niet zo functioneel en nuttig. Ook al komen er niet zoveel nuttige dingen uit mijn mond momenteel. Het komt er beter uit dan normaal. Normaal? Maar ik ben nu ook veel interessant. Nee, ik ben helemaal niet interessant momenteel. Set. Oh. Nu zouden echt waarschijnlijk denken van... Max, what the fuck ben je aan het doen? Die snappen helemaal niks van deze aflevering waarschijnlijk. Zeg maar in de comments als je heel verward bent wat er eigenlijk allemaal aan de hand is. En wat voor retardedness er eigenlijk wel niet bezig is, wat niet klopt. Want ik heb niet veel tijd om deze video. Normaal zou het leuker zijn. Zou die dus, zeg maar, normaal kan ik de video editen, weet je. En dan is het allemaal wat normaler met die retarded dingen. Alleen nu heb ik heel weinig tijd om de video te editen deze. Want morgen ga ik naar Engeland alweer. 4 dagen. En ik heb niet echt veel tijd om te editen, omdat ik nog andere dingen moet opnemen. Dus ja. Het klinkt allemaal misschien een beetje retarded, maar ik kan niet veel editen nu. Oftewel, de video gaat heel retarded zijn. Maar dat maakt niet uit, misschien vinden jullie hem toch wel leuk. Hoop ik, als wel.
Kom eruit trouwens, jezus. Die andere ook. Oh, damn. Kom. Eruit. Hoppakee. Meekomen. Naar beneden, naar de gevangenis, ja, want daar horen jullie uiteindelijk. Het is daar, maar mijn god, wees nog niet zo retarded en loop gewoon op om. Kom, op. Ja, nou. Kom maar. Hij doet ook echt gewoon even zo, weet je. Zijn handen gewoon los. Alsof er niks aan de hand is. Ja, Patrick en Frank. Kom. Oh, deze guy ziet er echt depressed uit. Oh, man. Oh, gaat die kerel. Oh, dit is die andere guy die ik gearresteerd heb. Kijk, je krijgt een roommate. Oh, wacht. Kom, kom. Goed zo. Tot ziens. Gearresteerd. High five. Woe. Dat was hem dan ook weer de aflevering. Bedankt voor het kijken. Doe een blauw duimpje omhoog. Ik doe een keer een outro. Ik weet niet wat er aan de hand met me is, jongens. Ik verander in een heel andere YouTuber. Allemaal een blauw duimpje omhoog. Abonneer allemaal even beneden. Weet ik voor wat je allemaal wilt doen. En ik zou jullie mijn haar zonder pet laten. Ik ben niet vergeten. Daar komt ie. Ik ben er klaar voor. Komt ie? Daar gaat ie.